De dag begint vanmorgen vroeg. Ga naar mee, Paul. Ga naar mee. Paul, ga naar beneden, papa. Ja hoor, Knul. We gaan naar beneden, want volgens mij is Sinterklaas langs geweest. Pak cadeautjes. Nou, snel openmaken dan maar. Om te kijken wat erin zit. Een theepadeautje. Een chocolademuntjes. Het moeilijkste is misschien wel dat we afhankelijk zijn van wat we krijgen. Shampoo en kleding zitten niet in ons pakket. Maar omdat we maar een weekje van de voedselbank leven, hoeven we dat gelukkig ook niet te kopen. En dat scheelt enorm. Hoe zouden mensen die al jaren afhankelijk zijn van de voedselbank en echt geen cent te makken hebben, deze dure maand doorkomen? Ik ga op de koffie in Rode, bij Laura en William. Ze hebben 2 kinderen en leven al 2 jaar van de voedselbank. Ik begin meestal in februari, maart al met de cadeautjes. Dan zodra ik wat in een bladje zie wat in de aanbieding is, dan haal ik dat alvast op. Tijd om naar huis te gaan voor de laatste boterham met hagelslag. Het zit erop en dat is maar goed ook, want de koelkast is bijna leeg. Je zult misschien denken, wat liggen er veel aanmerken in die koelkast. Maar die zitten dus allemaal in het pakket van de voedselbank. Snel naar RTV Drenthe dan, want daar staat de voedselbankactie op het punt van beginnen. Margreet, ik heb hier ook nog iets. Geweldig, nog extra spullen. Er liggen niet zo heel veel, hè? Nee, maar komende maandag beginnen we pas officieel. En dan verwacht ik dat binnen de kortste keer dit hele atrium helemaal propvol staat. En op onze website vindt u meer informatie over het voedselbankproject.